Ruim 1700 jongeren zullen dit jaar worden geholpen aan een vakantiejob via het project Zinvolle Vrije Tijdsbesteding. Dit project wordt uitgevoerd door de afdeling Jeugdcentra van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Het thema voor dit jaar is milieueducatie. De onderdirecteur Jeugdcentra Paramaribo, Dina Westva, vindt het jammer dat de participatie vanuit het bedrijfsleven minder is dan voorgaande jaren. We hebben diverse bedrijven aangeschreven. We hebben gevraagd aan de bedrijven om met ons te partneren. Ik moet zeggen dat een aantal bedrijven positief hebben gereageerd, maar het kan altijd beter. Het kan altijd beter. Als de bedrijven reageren, kunnen we natuurlijk ook meer jongeren aan een vakantiejob helpen. En ik denk dat het doel van dit projectonderdeel, want dit is een projectonderdeel, het maakt deel uit van het project Zinvolle Vrije Tijdsbesteding. Het ministerie doet in de vakantie niet alleen maar het werkgelegenheidsproject, maar we hebben ook de educatieve dagtochten. We hebben de vakantiecentra, ook wel, die staan ook wel bekend als de vakantiescholen. En we hebben werkgelegenheid. Ik denk dat bedrijven, misschien moet er vanuit het ministerie meer informatie komen naar de bedrijven toe. Want het doel van dit project, dit projectonderdeel, moet niet onderschat worden. Westva zegt verder dat de deelnemers aan dit project de gelegenheid krijgen zich te oriënteren op het arbeidsveld als voorbereiding op hun latere beroepskeuze. De jongeren werken 10 dagen en krijgen een vergoeding van 50 SAD per dag, zegt de onderdirecteur. We trachten middels dit projectonderdeel ook het gevoel van dienstbaarheid aan die gemeenschap te prikkelen onder jongeren. Want u weet, jongeren worden ingezet in diverse instellingen. De kindertehuizen, bejaardentehuizen, waarbij ze dienstbaar zijn aan delen van de gemeenschap. En verder worden jongeren natuurlijk vergoed, waardoor ze hun ouders, hun verzorgers kunnen helpen doordat ze zelf een deel van hun schoolspullen kunnen aanschaffen. Dus ik denk dat ook vanuit de bedrijven, als er meer komt vanuit de bedrijven, als ze volop reageren op ons verzoek naar hen toe, dat we veel jongeren in de vakantie aan een vakantiejob kunnen helpen. Tot zover Dina Westva, onderdirecteur Jeugdcentra Paramaribo van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Ze sprak vanmorgen over het project Zinvolle Vrije Tijdsbesteding. Het ministerie heeft ruim 1700 jongeren kunnen helpen aan een vakantiejob.